Zaterdag 18 juni werd de jaarlijkse Landgoeddag Kernhem gehouden. Huis Kernhem, zorgboerderij Macandra en kaasboerderij Brandrood konden bezocht worden. Op het landgoed zelf was een zintuigenpad aangelegd. Het landgoed kent een lange historie en heeft een dominante rol in de gemeente gespeeld. Dat is hier inderdaad een eeuwenoud landgoed. Vroeger heeft hier een kasteel gestaan met een grote gracht eromheen. Het was een leengoed van de bisschop van Gelre. Nu is het vandaag Landgoeddag. Wat is uw rol daarbinnen? Nou, de Landgoeddag is eigenlijk een samenwerking tussen iedereen die werkt en woont op het landgoed. En ik probeer de mensen een beetje bij elkaar te brengen om gezamenlijk tot een hele mooie dag te komen. Er is hier van alles te zien, te beleven en te koop. Er zijn hier allerlei eetkramen waar je allemaal lekkere biologische producten kunt eten. Er zijn allerlei kramen met biologische producten en streekeigen producten die hier in de streek geoogst worden en tot een product worden verwerkt. En de boerderijen zijn hier allemaal opengesteld. Wij zorgen dat er een mooie expositie is en wij zorgen dat er muziek is de dag. En de mensen van de boerderijen die zorgen dat er een streekproductenmarkt is. En de mensen van Groei en Bloei die helpen ook mee met die streekproductenmarkt. En met elkaar zorgen we dat er achter mij het eetplein bevolkt wordt. En mijn rol is een link maken met studenten van Hogeschool Larenstein, waar ik zelf docent ben. En zij hebben het zintuigenpad gemaakt dit jaar. We proberen een beleving te creëren voor kinderen. En de 5 zintuigen komen aan bod. Zien, horen, voelen, proeven, ruiken. En waarom is dat zo? Want het thema van deze Landgoeddag is prikkel je zintuigen. Dus dit zintuigenpad past er perfect bij. Er kwamen zo'n 1000 bezoekers op de dag af. Ze werden onder andere ontvangen door studenten die in historische kleding rondliepen. Zo probeerden ze de geschiedenis te laten herleven. Een van hen was jonkvrouwe van Lieshout. Zij vond de huidige tijd maar vreemd. Ik vind het wel spannend hoor, al die rijdende gevallen en rare kleding. Er is toch helemaal niks aan. En wat is uw adellijke titel? Nou, zoals u al aan mijn naam hoort, van Lieshout. Kom ik uit Lieshout. En mijn vader is van adel, dus ik ook. Dus u moet met respect behandeld worden? Ja, heel graag zelfs. Kaasboerderij Brandrood ontleent haar naam aan het zeldzame ras rode koeien waarvan de brandroodkaas wordt gemaakt. Een brandrood is een gruyère-achtige kaas. Hij smaakt een beetje nootachtig. Het is een beetje vergelijkbaar met de kaas die in de Alpen wordt gemaakt. Nou waren vroeger de boeren leenheren van de heren van Kernhem. Moet u ook nog pacht afdragen? Ja, er is weinig veranderd. Ik betaal nog steeds pacht. Maar ik hoef het alleen maar in geld te doen. Ik hoef geen andere dingen te geven, dat scheelt. Geen bossen te kappen? Nee, geen bossen te kappen, geen koeien te geven, ook geen maagd te leveren.